Gisteren was de opening van het festival. De burgemeester opende dat. Leuk. Maar wat echt geweldig was, waar ik echt waanzinnig trots op was, is de opening door de jonge jongens en de meisjes die dat deden. En dan denk je van, nou, daar heb ik het voor gedaan. We zijn bij het Tuna Festival en dit jaar is het natuurlijk extra speciaal omdat onze vereniging, de Tuna Ciudad de Luz, hier in Eindhoven 60 jaar bestaat. En dat is niet alleen voor ons bijzonder, maar ook voor die Spanjaarden. Want wij zijn de eerste groep buiten een traditioneel tuna-land, dus buiten Spanje, Portugal of Zuid-Amerika, waar een tuna is. We have been coming to Eindhoven since the Stone Age, since the beginnings of our friendships, or our brothers of the Tuna Ciudad de Luz. Son como conquistadores, han conseguido que la tuna llegue a toda la anda de toda Europa. We begonnen met een EP'tje en dat hebben we van buiten geleerd. We hadden geen idee wat we zongen en we konden geen muziek lezen. En we deden gewoon op gehoor en fonetisch wat erop stond. Dus we hadden geen idee wat we deden, maar mensen vonden het leuk en daarom zijn we blijven. Ah, dat is wel beter geworden. Hè? Ik wil gewoon de tekst erbij en ook wat je dan zingt, de betekenis, om daar toch meer gevoel in te kunnen leggen. Dat is wel van belang. Ja, dat is van belang. Ja. Nou, ik denk dat het heel bijzonder is aan het tuna, dat je echt zeg maar, met meerdere generaties bent. En dat die vriendschappen gewoon ook tussen mensen van 20 en van 70 plus, dat die vriendschappen even sterk zijn. Reizen met elkaar, vrienden worden over de leeftijdsgrenzen heen. Dat is wat ons drijft. De druk op de universiteit is groot. Veel groter dan in onze tijd, want we hadden geen puntensystemen en binnen studieadvies en dergelijke hadden we allemaal geen last van. Maar de druk is groot op mensen en je kunt er helemaal los van komen als je samen muziek maakt. En dat is geen steek veranderd ten opzichte van 60 jaar geleden. Die geest die wij hebben, die vinden zij ook. En dat is een prachtige nalatenschap voor de jongeren. Want wij verdwijnen natuurlijk op een gegeven moment. En onze as wordt ergens uitgestrooid, maar zij zetten het voor. En dat is zo'n geweldig gevoel dat we iets achterlaten wat de moeite waard is, ook voor jonge mensen. Niet digitaal, gewoon intermenselijk.